Hoi en welkom bij deze maandtraining voor augustus alweer. Ik ga vandaag met jullie bespreken wat we kunnen verwachten aan de energie voor augustus, van augustus en wat voor invloed dat allemaal kan hebben op ons. En ja, ik ben deze week met Wolf en dat gaan we nu dus doen. Allereerst wat we in augustus kunnen verwachten is hoesten. Nou is hoesten meestal wel bestempeld als irritant en dat is het ook wel, maar er zit toch ook wel een boodschap achter en dat is dat je heel erg dingen aan het loslaten bent. Dus dat is heel erg goed. Dingen die niet meer voor je werken. Je kan denken aan je baan of een vriendschap of zelfs een sport waar je je niet meer zo thuis voelt. Maar dat kan gepaard gaan met hoesten. En de andere betekenis van hoesten deze maand is dat je voelt dat sommige mensen je heel erg in de gaten houden. Nou klinkt dat een beetje duister en negatief en dat bedoel ik niet zo. Maar dat kan spelen. Dus dat betekent dat hoesten dan een signaal is van hey, er is wat gaande. Iemands energie is niet fijn voor jou. Of het nou onbedoeld of bedoeld is. En dat hoest je er dan uit. Net zolang tot je eigenlijk bewust bent waarom je hoest. Dus een van die twee is het dus. Of loslaten van situaties die niet meer voor je werken. Of het signaal van iemands energie zit in je systeem. Wat we deze maand ook wat meer gaan merken is de behoefte aan andere voeding. En dat kan zijn voor een langere periode. Het kan zijn alleen deze maand. Maar het gaat erom, we merken gewoon de afgelopen maanden hebben we een tekort gehad aan iets. En dat merk je dan ook gewoon aan je lichaam. Of dat dan met spraakproblemen is. Hè, dat je je steeds even verspreekt of vergist. Of het kan zijn dat je een beetje vergeetachtig bent af en toe. Of het kan zijn dat je honger hebt. Maar in ieder geval heeft je lichaam even een inhaalslag nodig betreft een bepaald voedingsproduct. Dus je kan denken aan eiwitten of vetten. Nou ja, dus als je iets merkt in je lichaam, probeer wel te onderzoeken wat dat dan voor jou kan betekenen. En wat tot slot ook weer terug is deze maand, is het gepiep in de oren af en toe. En dat betekent gewoon helder horen. Dus let erop als het piept. Wat kan dat zeggen? Bij wie ben je op dat moment? Wat wil dat zeggen over diegene? Wanneer piept het nog meer? Wat zijn de patronen? Leer je lichaam gewoon een beetje kennen die maand. En probeer ermee samen te werken. En wanneer je dan op het goede spoor zit, betreft achterhalen waarom je oor wel eens piept, zou je zomaar kunnen merken dat het gepiep meteen weggaat. Dus dat is heel erg fijn. Dat was het alweer voor het Asteloos weerbericht voor augustus. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Abonneer vooral om niks te missen. En tot de volgende keer.